Lennart zich klaarmaakt voor de 60 meter in volle concentratie. Gisteren bijzonder ontspannen. Is er even langs geweest op het feestje van Mia Helleboud. Maar nu volle concentratie. Tanou, ook al twee keer Europees kampioen, net zoals Gevaert. Maar met een doping verleden. Ze is terug naar schorsing. De vlucht uit Athene, weet u nog? Met haar makker Kenteris, de volledige line-up. Met veel sprinttalent uit Oost-Europa. Maar ook met Suzanne Kloers is erbij, een Zweedse. En Kwachi, een Britse, jonge Britse, die verraste in de halve finale. We gaan ze één voor één aan u voorstellen. In de binnenbaan loopt Daria Onisko, een Poolse. Van 24, persoonlijk record van 7,24. Daarmee kan ze Kim Gevaert geen pijn doen. Ex-verspringster Magdalena Kristova uit Bulgarije. Ook geen gevaarlijke tegenstander. En dan hier in baan 3 Kim Gevaert met die super race gisteren. Zo ontspannen, op weg uit de blokken. En dan was ze geen houden weer aan. Ja, ze had in de gaten dat ze een Belgisch record had gewonnen. Zo snel dat ze na 30 meter als wedstrijd voorbij. Jeannette Kwachi, die won in Gent. Toen nog in 37, ondertussen 7-17. Die maakte vorderingen. Je hebt medaille weggegeven voor Groot-Brittannië. Ekaterina Tanou, twee keer. Hoe genoeg hier in de zaal? Twee keer Europese kampioen indoor. Maar het dopinggeval is me niet vergeten. Yevgenia Konyakova, want die Russin heeft Rudy Niels, de coach van Gevaert, de meeste angst. Suzanne Kloer, die is ontspannen, want die heeft haar goud al op zak. De 60 meter horde, fantastisch gelopen. Dus moet de start en zo goed uit Turken komen. Eén van de drie gouden medailles voor Zweden kapen ze weg. Dat was de beste voor we aan dit kampioenschap begonnen. Deze Tinsan Naimova, Piep Jong nog uit Bulgarije. De dubbele wereldkampioenen. Door. Maar dit is de favoriete, Kim Gevaert. Wordt het 3 op een rij voor de atleten uit de Kampenhout. Als ze een goede start heeft, kan er toch niks fout gaan. Dat mogen we hopen. Maar je moet het altijd nog doen. Ze is bestand tegen de zenuwen. We hebben al vaak gezien. Door de wol geverfd. Ze loopt in baan 3. 1 Onisko, 2 Kristova, 3 Gevaert, 4 Kwachi, 5 Tanou, 6 Polyakova, 7 Kloer en 8 Naimova. Kim Gevaert. Op weg, hopelijk, naar een derde gouden medaille in zaal. Ja, minder start dan in de halve finale, maar ze komt daarvoor. Ze komt daarvoor, ze heeft het even moeilijk, maar ze gaat het halen, ze wint het. 7-12, toch nog een supertijd, geweldig. Kim Gevaert opnieuw. Goud. Het was moeilijk. Concreet was beter dan we gedacht hadden. 7-12. Dat is haar snelste winnende tijd ooit. Haar vorige twee finales won ze in de 7-17. Maar nu 7-12 toch nodig. Minder goed dan in die halve finale. Toch een beetje gespannen. En een mindere start. Maar ze heeft dat goed gemaakt. Dat is knap. Want ze verkrampte niet. Kijk, het is niet die superstart. Kwachi was goed weg. Ook Tanou. En naast haar, de Russina bekend, is de beste Europese sprinter voor jaren. Derde op één volgend. En hier ziet u de volledige uitslag. Kim Gevaert met de 7-12, toch nog ruim voor Polyakova, 7-18. Onisko, Kwachi, Naimova, Tanou pas zesde, Kloer en... Ik ben een beetje geforceerd, daarom dat ik niet zo'n goede tijd heb gelopen. 7-12 is niet slecht. Nee, ik zeg maar, met hoe dat gisteren heb gelopen, weet ik zeker dat ik onder die 7-10 of kunnen. 3 Europese indoortitels op 60 meter op rij, in een discipline waar niks fout mag gaan. Beseffen wij goed genoeg hoe moeilijk dat is? Ik vind het heel mooi gezegd van u, want dat is dus niet evident in zichzelf. Want het is een discipline waar je 100% moet op geconcentreerd zijn. Het is maar 60 meter in tijd dat je moet gaan uitdrukken. Dus elke fout wordt ook bestraft, dus heeft dat fantastisch gedaan. Ja, ik was echt heel geïnteresseerd. Door die ontleidingen, nou ja, dan komen die tranen. Maar je beseft niet de volle wat je gedaan hebt als uniek. Ja, ik ben echt heel blij. Dus, ja, het is echt niet gemakkelijk en al die jaren terug opnieuw. Ik ben heel blij en heel opgelucht dat het gelukt is. En dat ik met deze vorm hier ben kunnen komen. En dat ik toch getwijfeld heb om naar hier te komen ook. Dus zo, ik ben echt heel opgelucht.
de Denen na haar titelrace was Kim Gevaert iets minder emotioneel. Kon ze haar wedstrijd perfect analyseren. Geniet van hoe je start gedaan en dan, ja, dan moet je echt rustig blijven en niet beginnen forceren. Ik weet dat ik heb nog nooit zo erg tegen de tranen weten vechten. Ja, je moet wel terug zijn en weer. Ik ben nu pas precies om de set te Wat je gedaan hebt. Ja. Thank you.